Welkom terug weer, ik ben Axel van Blocks, hier met jouw dagelijkse Blocks update. We gaan een kijkje nemen naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Vandaag komt het volgende aan bod. Hoe reageert crypto op de uitspraken van de Fed, Dogecoin? Hij wordt gezocht, ditmaal in Servië. De Digital Currency Group gaat een boel verkopen om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. We zien ook nog een tweetal grote miningpartijen fuseren. En ook dat heeft natuurlijk alles te maken met de stand van zaken in de markt. Voordat we van start gaan, nog even heel kort wat leuks. We hebben namelijk weer een toffe actie voor jullie. Valentijnsdag is weer aanstaande. De 14e is het weer zover. En in aanloop daarnaartoe kun je kans maken op hartstikke mooie Blocks prijzen. Denk bijvoorbeeld aan Blocks te goed, crypto dus. Of een romantisch diner voor twee. En zo ongeveer alles wat je daartussenin kan verzinnen, dat kun je bij ons gaan winnen. Hoe en wat, dat kun je terugvinden via de link hieronder in de beschrijving. In ieder geval heeft het te maken met een beetje creativiteit en onze sociale mediakanalen. Door naar de cryptosector en dan met name de reactie daarvan op de uitspraken van de Fed gisteravond. Want, je hebt het misschien al gezien, de $23.000 die is weer heroverd. En dat is een positieve ontwikkeling natuurlijk. Zo zeker was dat nog niet welke kant dat die ontwikkeling op zou gaan vallen. Maar ja, het valt tot nu toe dus alles mee. Volatiliteit, dat was eigenlijk wel al een gegeven dat dat zou gaan gebeuren. Want gisteravond hield de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, namelijk weer een toespraak waarin hij, zoals hij dat vaak doet natuurlijk, belangrijke uitspraken gaat doen over de stand van zaken van de economie bijvoorbeeld, maar ook hoe dat ze daar in de nabije toekomst op willen gaan reageren. Deed Bitcoin, als we ons daar even naar gaan beperken, eigenlijk direct goed, schoot omhoog naar een hoogtepunt even van $23.600. Nou ja. Kort daarna werd het grootste deel ervan wel weer ingeleverd. Zakte weer even terug onder die 23.000. Maar inmiddels weer zo'n 23.000 en een paar honderd waar dat hier rond gestabiliseerd is. Dus eigenlijk best wel mooi. Want daarmee hebben we dat laatste belangrijke niveau van die 23k dus toch weer weten te herwinnen. Als gevolg van de uitspraken die daar zijn gedaan. Wat heeft hij dan gezegd? Het was eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. En het herhalen ook weer van wat hij de week daarvoor al had uitgesproken. Hij haalde zo bijvoorbeeld ook deze belangrijke woorden dat het disinflatieproces is begonnen. Maar benadrukte daar ditmaal dus wel bij dat dat proces inderdaad nog maar net is begonnen. Dat we echt nog wel een flinke weg te gaan hebben voordat we helemaal kunnen spreken van weer een gezonde situatie wat betreft diezelfde inflatie. En dat er dus ook nog wel meer renteverhogingen noodzakelijk gaan zijn. De zorgen die daar weer uit voortkomen over een aanstaande recessie, die lijken ook wat af te nemen. In ieder geval als we weer gaan kijken naar uitspraken van Janet Yellen. Zij heeft namelijk het volgende gezegd van ja, je kunt niet spreken bepaald van een recessie als er in 1 maand tijd 500.000 banen bij zijn gekomen en de werkloosheid op het laagste punt in maar liefst 50 jaar staat. Wat ik zie, zei ze, is een pad waarop de inflatie significant aan het dalen is, terwijl de economie het toch voor elkaar krijgt om sterk te blijven. Nou, dat is dus ook weer een iets positievere draai die eraan wordt gegeven, want de zorgen over een eventuele aanstaande recessie namen tot nu toe eigenlijk alleen maar toe. Nou, hoe zit dat dan met die balansen? Nou, die hogere werkloosheid, dat zou betekenen, wat dus niet aan de orde is, dat mensen minder te besteden hebben. Dat zou ook de groei van de inflatie kunnen wegnemen voor een groot gedeelte. Nou, die lage werkloosheid die laat op dit moment dus juist zien dat die Amerikaanse economie wel heel sterk is. Maar dat is eigenlijk vreemd genoeg niet waar dat de centrale bank op dit moment dus op hoopt. Want ja, die moeten juist die inflatie een beetje zien te drukken. Nou, Yellen die zegt daarbij wel, goed, de economie ziet er op zich prima uit, maar de inflatie is inderdaad nog altijd te hoog. Ook al zien we daar in de afgelopen golfweg half jaar wel een positieve ontwikkeling. Nou, ze denkt dan ook dat nieuwe maatregelen die aanstaande zijn, die ingevoerd gaan worden door president Joe Biden, die inflatie verder naar beneden kunnen gaan brengen. Dat het dus alsnog best wel eens goed zou kunnen gaan komen. De Digital Currency Group is begonnen met het verkopen van een aantal belangrijke investeringsonderdelen die weer onder deze hele paraplu vallen. Het gaat in dit geval om assets die het zusterbedrijf Grayscale weer beheren. Financial Times heeft er in ieder geval over geschreven en zij zeggen dus dat er op dit moment Grayscale aandelen, zowel Bitcoin als met name Ether aandelen, verkocht gaan worden. Dat dat ook gebeurt met een flinke korting op dit moment. En het lijkt er dus op dat ze er koste wat kost van af willen om de financiële situatie, in ieder geval van de Digital Currency Group zelf, zoveel mogelijk intact te kunnen gaan houden. Grayscale is dus weer een zusterbedrijf van de Digital Currency Group. Dat betekent dat DCG daar een meerderheidsaandeel belang in heeft.
En dat is een belangrijk belang dat ze daarin hebben, want Grayscale is het grootste Bitcoin-fonds in ieder geval ter wereld. Ze hebben namelijk zo'n 600.000 Bitcoin in beheer en is daarmee echt aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld een MicroStrategy, die met zo'n 135.000 Bitcoin op de balans ook een van de grotere spelers zijn. Nou, die aandelen van Grayscale, de Grayscale Bitcoin aandelen, de GBTC aandelen dus, met name die handelen al lange tijd met stevige kortingen. Nou, dat heeft te maken, op dit moment houdt die korting zo'n 43% en trouwens dat de vraag naar Bitcoin vanuit institutionele partijen op dit moment nog wat achterblijft. Maar kan ook een gevolg zijn van een gebrek aan vertrouwen bij die partijen vanwege de aanstaande financiële problemen dus weer bij Genesis en mogelijk ook bij de Digital Currency Group. Nou, om dus toch weer wat geld binnen te kunnen gaan halen bij die laatstgenoemde, hebben ze op dit moment in ieder geval voor zo'n $22 miljoen aan Grayscale Ether aandelen verkocht. Daar zijn ze al even mee bezig. 24 januari zijn ze daarmee gestart. En daarmee is nu een kwart zo ongeveer van de GBTC aandelen van Digital Currency Group dus verkocht. Nou, ze doen het dus inderdaad met een stevige korting, worden per stuk voor zo'n $8 verkocht, terwijl de waarde ook op dit moment nog, ondanks de stevige kortingen die er vanuit de markt al op zitten, op het dubbele staat, zo'n $16 per aandeel. Nou, dat betreft is het op dit moment dus wel een goede mogelijkheid om die aandelen tegen een nog betere korting te kunnen gaan kopen. En voor Digital Currency Group dus één van de mogelijkheden om weer wat geld in kas te krijgen. Dokwon, het wordt steeds heter onder zijn voeten, want er zijn volgens recente berichten in ieder geval op dit moment twee opsporingsambtenaren van enerzijds het OM en anderzijds het ministerie van Justitie van Zuid-Korea afgereisd helemaal naar Servië. Want daar zou hij zich op dit moment ophouden. Dokwon natuurlijk de man achter het gevallen Terra-ecosysteem waar ontzettend veel geld mee gemoeid was. En Zuid-Korea wil hem mede om die reden dus heel erg graag voor het gerecht slepen. Niet alleen dat, er zijn ook nog verschillende effectenwetten in het land in Zuid-Korea dus die hij overtreden zou hebben. En voor dat hele pakketje aan problemen willen ze de beste man dus maar al te graag van zijn bed lichten. Maar ja, dat valt nog niet mee, want waar is hij precies? Nou, in ieder geval volgens verschillende uitingen in Zuid-Korea zou hij zich sinds eind vorig jaar zo'n beetje op aan het houden zijn in Servië. Zou niet heel gek zijn, want dat land heeft namelijk geen uitleveringsverdragen lopen op dit moment met Zuid-Korea. Het zou dus wel een logisch toevluchtsoord zijn, in dat opzicht in ieder geval, voor Dokwon. Nou, omdat hij ook geen paspoort meer heeft, reizen is daardoor ontzettend veel moeilijker voor hem worden, is de kans dus ook groot dat hij zich daar nog steeds ophoudt. En daarom dat ze er nu dus gewoon maar mensen naartoe gaan sturen om de beste man te gaan vinden. Hij zou al wat langer op de vlucht zijn, dat zou allemaal gestart zijn rond 14 september. Want toen werd er namelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd. In ieder geval door Zuid-Koreaanse aanklagers die dat toen deden. Nou, ook vanaf dat moment zien we dat het op Twitter, de Dokwon Twitter, in ieder geval ontzettend stil is. Terwijl hij daarvoor daar zeer actief op was. Nou heeft hij heel erg recent weer van zich laten horen door te zeggen dat hij absoluut niets te maken heeft met een en ander wat hem op Twitter dus wel aangerekend werd. Een van de laatste tekenen van leven en mogelijk ook een van de laatste mogelijkheden waarom ze hebben gezegd, nou, we gaan toch maar eens even in Servië kijken of dat we hem daar niet kunnen gaan vinden. Zeer opvallende draai bij de Super Bowl, het grootste Amerikaanse sportevenement in ieder geval. Dus dat is wel een hele belangrijke partij daarin geweest. Want op dit moment hebben ze namelijk laten weten dat zij cryptocurrencypartijen niet langer toestaan binnen hun advertentiebeleid. Reclames maken door exchanges en allerhande cryptopartijen zit er in ieder geval voor dit jaar dus niet langer in. Is nogal wat dus, grote sportevenement van het hele jaar, wat vorig jaar juist nog de titel Crypto Bowl had gekregen, omdat het bol stond ook van de crypto advertenties en partijen die zich daar lieten gelden en lieten zien. Nou, dit jaar dus niet langer aan de orde. Dat liep wel al een beetje, daarmee bedoel ik, er waren al een aantal partijen naar verluidt in ieder geval die al hele concrete plannen hadden, waarmee de gesprekken ook al liepen met de organisatie om daar weer te gaan adverteren, in ieder geval twee waarmee het al zover was. Dan zouden er ook nog eens een aantal partijen zijn die al bijna bij dat punt waren aanbeland om te gaan tekenen. Nou, uiteindelijk worden deze aanvragen dus allemaal geweigerd. Waarom? Op dit moment heerst er een nogal negatief sentiment rondom crypto. En dan met name in relatie tot de Super Bowl.
Nou, heeft dat in principe niet zoveel te maken met het vorige jaar waarin er voor 54 miljoen dollar binnenkwam bij de organisatie aan crypto-adverteerders. Dat was natuurlijk een hele goede zaak. Bijvoorbeeld ook het Amerikaanse Coinbase lag er tijdelijk uit omdat ze het zo druk hadden. De toeloop van mensen, toestroom van mensen naar het platform was zo groot. Dus dat ging allemaal hartstikke goed. Maar ook bijvoorbeeld crypto.com en met name FTX waren het afgelopen jaar hele grote adverteerders van diezelfde Super Bowl. Nou, voor FTX is dat natuurlijk zeer matig afgelopen, om het even heel zacht uit te drukken. Dat zorgt er dus ook waarschijnlijk voor dat ze zich daar dit jaar niet opnieuw aan willen branden aan zulke situaties. En het gewoon even volledig gaan afhouden. Maar dus wel een hele andere editie, helemaal cryptoloze editie dat het gaat worden. In tegenstelling dus tot het afgelopen jaar. De ontwikkelingen in de crypto sector die volgen elkaar in hoog tempo op. Meestal gaat het om negatieve berichten, bijvoorbeeld grote partijen die het niet langer redden en die een faillissement moeten aanvragen of iets in die trant. In dit geval hebben ze er een andere oplossing voor gevonden. Twee grote miningpartijen die namelijk samen verder gaan, die gaan fuseren. Het gaat in dit geval om Hut 8 en om de US Bitcoin Corporation. Daarmee wordt het ook meteen weer een hele grote speler, een nog grotere speler, maar dan dus onder één naam. Die gaan zo'n 825 megawatt aan energie omzetten dus in rekenkracht voor het Bitcoin-netwerk. Twee bedrijven die worden samen volledig onderdeel van dochterondernemingen, dus eigenlijk van een nieuwe entiteit. Die wordt dan gedoopt de Hut 8 Corporation, dus samenvoegen ook direct maar van die twee namen. Had ook ongeveer 50-50 van de twee bedrijven uit elkaar bestaan. Voor de aandeelhouders is dat natuurlijk van belang. Dus dat is hoe dat ze het hier gaan inkleden. Nou, hiervoor geldt dus dat dit ook een direct gevolg is van de bear market voor de hele crypto sector. Waar dus ook weer die mining sector zwaar onder te lijden heeft gehad. Veel miningbedrijven al in de problemen gekomen. Nou, hier is dat nog niet aan de orde. Maar gaan ze toch die krachten bundelen dus om ook op de lange termijn iets van te kunnen gaan maken. Nou, er zijn nog wat extra omstandigheden, behalve natuurlijk de lage koers, zoals de extra hoge energieprijzen op dit moment. Maar ook de hele verschuiving in de balans wat betreft de beschikbaarheid van miningapparatuur. Die was heel lang heel slecht beschikbaar. Nou, nu is er juist een overvloed aan door verschillende failliete partijen. Eén wat zuiniger dan het ander. Dat maakt dus dat het samenvoegen en het bundelen van je krachten best wel eens interessant kan gaan zijn. Ook om daar misschien wel weer wat van op te kopen in de markt. Jamie Leverton, dat is de CEO van Hut 8, die zegt daar namelijk ook nog over dat het nog een extra toegevoegde waarde heeft. Want door deze transactie, zegt hij, krijgen wij de kans om ons bitcoinvermogen echt te verzilveren. Want een deel van onze bitcoins op de balans en in de voorraden die worden verkocht om deze hele samenvoeging, deze hele fusie te gaan financieren. Dus ook op die manier kunnen ze de voorraden dus echt te gelde maken door eigenlijk een bedrijf op te slokken of in ieder geval samen te gaan werken. En nog groter te worden. De koersen op tradingview.com. Ook vandaag natuurlijk weer erg belangrijk om naar te gaan kijken. Als gevolg eigenlijk van wat er gisteravond is gezegd door de Fed. Hoe ziet dat er op de grafieken uit? We gaan kijken naar Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. Data afkomstig van Bitstamp. En als we hier dan even naar de dagcandles gaan kijken. Ja, dan zien we daar gisteren nog een hele mooie plus gerealiseerd worden. Van 2,15%. Groen gekleurd dus. Vandaag een min van om en nabij de 1%. Nou, van de plus die we gisteren hebben weten te realiseren is dus nog maar weinig over. Dus hier gaan kijken naar de close, lag die op 22.763 en nu handelen wij op 23.015. Zit niet heel veel verschil meer tussen, maar wel het verschil dat er tussen zit is heel belangrijk. We zitten namelijk, ook al is het nu echt nog maar twee tientjes, boven die 23.000 dollar. En dat is een belangrijke lijn die constant weer erg moeilijk blijkt om te houden. Je ziet hier de aanloop daar naartoe, blijven eronder geduwd worden. Korte uitbraak, weer terug. Korte uitbraak in 5 dagen daling, weer terug. En nu zitten we daar dus nipt, maar toch weer boven. Dus er is in die zin weer een omslag geweest. Er is er positiviteit zichtbaar, ondanks de min die we dus vandaag nog steeds noteren. Omdat we nu nog net boven die 23k zitten. Belangrijke lijn om vast te houden op weg naar de 24 en uiteindelijk 25k met pieken en uitschieters zoals we die hier bijvoorbeeld hebben gezien. Die zien we natuurlijk het liefst op korte termijn weer. Maar zover is het nu nog niet. Die beweging naar beneden toe, als wij gaan kijken naar de 4-uur candles, is die als volgt opgebouwd. Nadat we hier dus weer terugzakken, flink daaronder zelfs. Gaan we uiteindelijk die weg omhoog weer inzetten. Dat gaat hier met een aantal piekbewegingen vrij hard. Dan lopen we hier toch tegen een bodem aan rond de 23.250 dollar.
Van en daar zijn we aan het terugzakken. Dat gaat nu ook wat harder. De vraag is dus, hoe lang kunnen we die 23 graden nog echt gaan vasthouden voordat we daar weer nipt onder terecht gaan komen en dan dus in de meer negatieve scenario's. Wat overigens de afgelopen periode nog steeds niet is gebeurd. Gelukkig terug zouden kunnen gaan zakken tot aan bijvoorbeeld deze belangrijke lijn, $21.500. Dat die opnieuw getest moet gaan worden. Nou, tot nu toe lukt het dus wel ook nog steeds om in de bovenste helft van dit hele grote kanaal te blijven hangen. Dat lukt hier al sinds deze enorme groeisput omhoog die 20 januari alweer plaats heeft gevonden. Dus dat is nog steeds een positief teken. Als je gaat kijken naar die onderpunten, die laagtepunten, komen die steeds wat hoger te liggen. Is nipt. Tegelijkertijd zien we hier ook wel weer een trend naar beneden toe. Een resistance line die hierboven aan het vormen is. En die koers constant naar beneden aan het drukken is. En dat is nu het grote probleem. Daar moeten we dus wel echt met overtuiging bovenuit zien te komen. Tot zover jouw update. Voor vandaag, morgen ben ik weer bij je terug met dan weer de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit diezelfde crypto en economische sectoren. Ik wens je nog een prachtige avond. Vergeet niet jezelf even te subscriben op dit kanaal als je dat niet al lang hebt gedaan. Duimpjes omhoog en of comments kun je natuurlijk altijd achterlaten. Fijne avond en tot morgen weer. Doeg!